Let's say socializing is like swimming, and social networking sites are your life vest. You can swim by yourself because you got your diplomas and everything, so you won't drown. But it's much easier and more comfortable to use a life vest. Then imagine someone takes your life vest away, pulls you out of your comfort zone, and suddenly you actually have to pedal your feet to stay afloat. En zo klinkt het Engels van Emily. Ze voert een betoog over netwerken en waarom het verstandig is om dat een tijdje niet via het internet te doen. Omdat ze het zo goed doet, schreef ze zich in voor de BBC Public Speaking Awards. Een wedstrijd onder scholieren, georganiseerd door de Britse Omroep en een aantal instanties dat het Engels wil promoten. Emily heeft alle voorrondes goed doorlopen en dus staat ze komend weekend in de halve finale in Utrecht. Wat is nou het engst? Het Engels of het spreken in het openbaar? Het spreken, zeker. Want waar ik vooral bang voor was, was dat ik mijn woorden kwijt zou raken. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar het Engels heb ik zelf niet zoveel problemen mee. Ik kan me voorstellen dat anderen daar meer problemen mee zouden hebben. Maar het is vooral eigenlijk de mensen die naar je komen kijken en echt naar jouw woorden aan het luisteren zijn. Dat vind ik dan wel heel spannend. Emily zit in de vijfde klas van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Nu heeft ze Spaans, maar een paar jaar geleden ontdekte ze dat ze toch wel heel veel met Engels heeft. En daar wil ze ook mee verder. Deze wedstrijd is dan ook goed voor haar cv. Als ik hiermee al in de contact zou kunnen komen met de BBC, want het is natuurlijk gesponsord heel erg door de BBC, dan zou het natuurlijk een hele goede mogelijkheid zijn voor mij. Want daar zou ik misschien zelfs later voor willen gaan werken. Als Emily doorgaat naar de nationale finale in april en wint, dan moet ze het opnemen tegen winnaars uit de hele wereld en krijgt ze een schrijfcursus aan een gerenommeerd instituut in Engeland.